Ons team bestaat uit 6 gemotiveerde praktijkdocenten met elk hun specifieke expertise, zowel inhoudelijk als technisch. We hebben allen een actieve kunstenaarspraktijk. We zijn nauw betrokken bij het hedendaagse kunstlandschap en actief als onderzoekers in de kunsten. We delen graag onze up-to-date ervaringen met jou. Onze aanpak is spontaan en persoonlijk. Iedere student kan met iedere docent in gesprek gaan. Iedere docent legt zijn eigen accenten. Nicola Baaiens verzorgt het metaalatelier, geeft het vak documentatie en is coördinator van de afdeling. Vaast Colson begeleidt autonome praktijk en de masters. Attar Jabert geeft steenkappen, portretboetseren en begeleidt de masters. Jan Marchal verzorgt het vak keramiek. Nadia Navot geeft modelboetseren, autonome praktijk en begeleidt de masters. Bart van Dijk geeft autonome praktijk en begeleidt ook masters. En ikzelf, Anton Kotteleer, geeft modelboetseren en autonome praktijk. Tijdens onze toelatingsproef gaan wij vooral na of jij een gemotiveerde student bent. En dat doen we aan de hand van een interview. Dat is een interview dat plaatsvindt met een aantal van onze docenten. En daar presenteer je jezelf, jouw cv en jouw portfolio. En bespreken we wat je hiervoor artistiek al dan niet gedaan hebt. Tijdens de eerste dag van de toelatingsproef ga je vooral aan de slag met tekenen. Daar mag je een portret tekenen, een klassiek Grieks portret of een Romeins portret. Dat bespreken we ook later tijdens het interview. En de tweede deel van de dag leggen we een boetseerproef af van datzelfde portret. Jullie krijgen op voorhand een opdracht, enkele artistieke opdrachten waar je uit mag kiezen. Die artistieke opdracht voer je uit en die bespreken we ook tijdens het interview. Maar nogmaals benadruk ik toch dat het vooral de motivatie is die in deze opleiding belangrijk is. Dus sommige studenten opteren voor een vervolgopleiding binnen de kunsten. Dat kan zijn een master na master, die ook op deze school wordt aangeboden. Dat kan zijn een postopleiding, zoals bijvoorbeeld het HISC in Nederland, Duitsland, zijn ook instituten dat aanbieden. Je hebt natuurlijk een educatieve master, een soort van aanvullende opleiding om te kunnen gaan lesgeven. En dan heb je nog het onderzoek, ook op deze academie onder andere, waar dat studenten als jong kunstenaar bepaalde topics binnen hun praktijk verder onderzoeken. En dan zijn er ook mensen die nog een extra opleiding doen die misschien ietsje verder van die artistieke opleiding staat. En dan denk ik aan curatorial studies of cultuurmanagement. Dus dat is niet zo heel ver van wat wij hier aanbieden, maar toch een beetje een academische opleiding. En dan heb je natuurlijk mensen die na die 4 jaar even voldoende hebben van scholing en in de praktijk duiken als autonoom kunstenaar. We zien ook dat sommige studenten of ex-studenten elkaar opzoeken en collectieve vormen om zelf hun tentoonstellingen te organiseren, publicaties maken en op die manier hun plek te veroveren in het veld. En wat je daar ook vaak merkt is dat jonge kunstenaars vaak hun kunstenaarschap combineren met een job. Zo zijn er jobs binnen de sector, zoals assistent bij een kunstenaar of een assistent bij een galerie. We hebben ook oud-studenten die in een kunsten supply store werken. We hebben oud-studenten die bij de technische team van musea een plek vinden. Dus ja, opbouw, dus tentoonstellingsopbouw, scenografie, decorbouw. En dan ook buiten de sector. Je hebt ook jonge kunstenaars die zeggen, ik moet economisch rondkomen, dus ik heb een jobje in een boekenwinkel of in een café. En daarnaast probeer ik als kunstenaar mijn praktijk te ontwikkelen. Dus dat is zo wat de verschillende parcours waar ik onmiddellijk aan denk. Je hoeft geen vooropleiding te hebben
om aan de opleiding beeldhouwen te starten. Wel heb je een algemene kennis van de kunsten. Spreek voor zich dat je al getekend hebt en of reeds geëxperimenteerd hebt met ruimtelijk werk. We starten graag met gemotiveerde, leergierige studenten, met een open geest. Je moet bereid zijn om kennis te vergaren, een kritische blik te ontwikkelen en onderzoekend te werk te gaan. Je bent er niet vies van om de handen uit de mouwen te steken en samen te werken. Het eerste jaar beeldhouwkunst bestaat uit verschillende onderdelen. Dus we hebben de vormstudie, waarin we het menselijk lichaam gaan bestuderen. Handen, voeten, hoofd, gezicht, de buste, maar ook stillevens. We gaan ook leren afgieten. Er wordt ook geleerd om met keramiek te werken, dus uitholtechnieken en dan te gaan bakken. Daarbij is er ook nog het vak lassen, waarbij dat we gaan leren om metaal te bewerken en aan elkaar te bevestigen. En dan uiteraard steenkappen. Daarnaast is er het vak autonome praktijk, waarin we eigenlijk vooral gaan leren om een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Dus aan de hand van vrij korte experimentele opdrachten nodig ik jullie uit om het medium beeldhouwkunst te gaan ontdekken. Dus welke technieken, materialen, ideeën, concepten zijn er mogelijk. Eerste deel van het jaar zijn de opdrachten vrij snel, vrij kort. Dan komt er een stuk waarbij de opdrachten iets langer zijn, waardoor je iets meer tijd hebt om de thema's uit te diepen. En dan het laatste deel van het eerste jaar is volledig vrij werk. Niet te vergeten, er is ook altijd een thema onderzoek, waarin we referenties gaan zoeken, inspiratiebronnen en tekeningen maken. Het tweede jaar beeldhouwkunst, daarin kies je een vak, bijvoorbeeld keramiek, steenkappen of lassen. En uiteraard loopt autonome praktijk gewoon verder. Dus je gaat daarin autonomer en zelfstandiger werken om op die manier je eigen beeldtaal te gaan ontwikkelen. Van kandidaat-studenten voor beeldhouwen verwachten we natuurlijk in de eerste plaats dat je heel gemotiveerd bent, dat je er heel veel goesting in hebt om het vak beeldhouwen te gaan ontdekken. Ook dat je open-minded bent, dat je rondkijkt, wat gebeurt er, dat je geïnteresseerd bent in kunst. En vooral ook dat je heel veel zin hebt om dingen te gaan maken en in de materie ook in de wereld te gaan brengen. We kunnen onze bachelorjaren grotendeels opdelen in twee belangrijke pijlers. Dat is het werken naar waarnemen, oftewel boetseren. En de autonome praktijk. Het werken naar waarnemen, boetseren, daar wordt eigenlijk het analytisch kijken wordt daar gestimuleerd. Als we spreken over autonoom werk, stimuleren we eigenlijk het ontwikkelen van de eigen plastische beeldtaal. Nu, naar gelang de student in een hoger jaar komt, verschuift verandert de verdeling, het belang tussen deze twee pijlers. Ik kan zeggen dat in een eerste jaar, in een eerste bachelor, de grote focus ligt op het boetseren, maar dat er eigenlijk fragmenten van de figuur, handen, voeten, worden geanalyseerd. Handen, voeten, schedel, hoofd. En het vrijwerk wordt eigenlijk op een manier gestimuleerd aan de hand van specifieke opdrachten. En die opdrachten geven eigenlijk een brede kijk binnen de beeldhouwkunst. Die zijn dan eerder gericht, die kunnen inhoudelijk van aard zijn, die kunnen ook meer toegepast op de plastische aard, met andere woorden materiaalkennis. Of bijvoorbeeld een grotere focus op de opstelling van een bepaalde sculptuur. In ieder geval, in het eerste jaar is het een hele brede kennis dat je als student krijgt, want je krijgt ook steenkappen, lassen en keramiek. Dan, als je naar de tweede bachelor, als je naar de tweede bachelor komt binnen de beeldhouwkunst, dan zien we eigenlijk dat die 50-50 verschuift, het boetseren en het autonome werk. Dan zijn er geen opdrachten meer voor een autonome praktijk, dus de student zal eigenlijk aan de hand van onderzoek van eigen gevonden documentatie, uiteraard met individuele gesprekken en groepsgesprekken,
een soort van eigen beeld dan beginnen te ontwikkelen. Voor boetseren, voor waarneming. Naar waarneming krijgt de student voor de eerste keer een levend model, die dus op levensgrote schaal zal weergeven in klei, zowel de volledige figuur als ook het portret. De derde bachelor, daar krijgt de autonome praktijk steeds meer belang. De student is ondertussen al heel zelfstandig en kan ondertussen door de manier van onderzoek en documenteren, heeft hij al een soort van eigen taal ontwikkeld. Wat in een derde jaar interessant wordt, is dat de student de les waarneming boetseren kan integreren in zijn eigen praktijk. Dus dat wil zeggen dat hij het model kan gaan interpreteren op een hele vrije manier, die een grote link vormt met zijn vrije werk. Dus daar gaat alles wat meer overkoepelend werken. Dan krijgen we de master. Het masterjaar is 100% voor het autonome werk van de student. De student is volledig vrij. Heeft eigenlijk genoeg technische vaardigheden om zelfstandig te werken. De individuele gesprekken blijven, de groepsgesprekken blijven. De studenten kunnen ook gastdocenten van buiten de academie uitnodigen om met hen in gesprek te gaan, zodat zij een beetje een ruimere visie krijgen, ook op de kunstwereld. Maar het doel van zo'n master is dat een master echt een volledig jaar zich kan toeleggen op het uitbouwen van zijn eigen persoonlijke praktijk, zijn eigen plastische beeldtaal. En heel fijn is om te zien dat het binnen onze afdeling beeldhouden dat heel verscheiden loopt. Dat het vaak ook heel interdisciplinair verloopt. Dus een student kan heel figuratief te werk gaan. Maar langs de andere kant kan een andere student ook volledig conceptueel te werk gaan. Het kan een sculptuur zijn, het kunnen ook installaties zijn. Dus er is een enorme vrijheid. Dat omvat zowat de master. Ook naast het ontwikkelen van die eigen beeldtaal moet de student ook een lezing geven over zijn eigen werk. Hij zal met zijn medestudenten een tentoonstelling opbouwen, zelf cureren, zelf zorgen voor uitnodigingen, affiches. Dus al een eerste stap in de kunstwereld buiten de academie, de eerste stap daarin zetten, uiteraard onder begeleiding. Ja, volgens mij staat deze opleiding per definitie in een bredere praktijk en functioneert volgens mij de academie als een soort platform dat een deel uitmaakt van een netwerk. En dat netwerk bestaat heel concreet uit lesgevers, studenten, oud-studenten en andere personeelsleden. En die brengen die voegen elk hun eigen element toe, hun eigen energie toe aan dat organisch geheel. En ik hoop dat de kunst als een soort van bindmiddel functioneert, dat die verschillende praktijken en energieën verbindt. Concreet staat deze opleiding in het hedendaagse veld of vindt het aansluiting bij het hedendaagse artistieke veld, doordat de lesgevers natuurlijk allemaal een eigen artistieke praktijk hebben, een eigen netwerk dat ze ook meebrengen naar het atelier. Wij proberen de studenten aan te moedigen om zoveel mogelijk tentoonstellingen te bezoeken. We doen dat ook collectief, dus samen met het atelier tentoonstellingen bezoeken, mogelijk atelier bezoeken. Liefst een buitenlandse reis per jaar, waar je ook weer in contact komt met een deel van die praktijk. Die dingen kunnen ook besproken worden in de, of binnen de context van de cursus.
Daarnaast zijn er ook tentoonstellingen die misschien verder van onze praktijk zich afspelen, die we via online media kunnen bezoeken en bespreken, waardoor je niet enkel aansluiting zoekt bij de lokale praktijk, maar ook een internationale praktijk, wat toch belangrijk is. We hebben gastdocenten die ook weer allemaal hun eigen ervaring en netwerk mee binnenbrengen in dit, in deze atelier. We hebben juryleden die dan weer op een ander moment van het jaar ook weer een connectie betekenen met het actieve werkveld. Heel belangrijk volgens mij is ook dat studenten zelf initiatiefnemers zijn en zaken organiseren binnen en buiten de academie. En ook oud-studenten die toch een soort van hun verbondenheid bij sommigen sterker dan bij anderen, maar dat er toch ook onze huidige studenten hun weg vinden naar de praktijk en het parcours van oud-studenten. Wat volgens mij ook nog belangrijk is, is hoe dat de school zijn best doet om aansluiting te vinden, ook bij technologische ontwikkelingen. Dus we hebben een FabLab waar dat een poging wordt gedaan om ook technische innovaties op te volgen en aan te bieden aan studenten. En tegenwoordig is ook het bewegend beeld en video heeft zijn weg gevonden naar ons oud instituut. Wat ik ook interessant vind, omdat het toch de ambitie toont van een instituut dat vooral op zijn heritage, zijn erfenis of zijn rekent op zijn traditie, dat hij toch zich wil proberen te situeren en te actualiseren en in het nu. En dan is er nog volgens mij een derde punt dat belangrijk is en hoe dat we als school en als ateliers proberen aansluiting te vinden bij maatschappelijke vraagstukken. En volgens mij gebeurt het ook weer op verschillende manieren. Doordat wij als lesgevers een eigen praktijk hebben, een eigen betrokkenheid bij de wereld. Dat vertaalt zich natuurlijk in ons werk, maar ook in hoe dat we welke kunstenaars we aanraken, welke topics we graag bespreken met de studenten. Studenten zelf brengen ook hun vraagstukken in hun werk mee naar het atelier. Dus in die zin is er altijd een soort van een alertheid van aansluiting te vinden bij de wereld. Dus dat we niet ons helemaal in een cocon opsluiten, maar toch zien wat de kunst kan betekenen als vehikel om maatschappelijk te zijn. En dan zijn er ook volgens mij belangrijke projecten die ook expliciet bepaalde maatschappelijke thema's aanpakken, aanvullend op wat er organisch in het atelier gebeurt. Ik denk dat dat voor mij in grote lijnen is hoe dat we proberen ons te positioneren. Ten eerste zal ik zeggen, heel praktisch, de infrastructuur. We zijn gelegen, de afdeling Beeldhouwers is gelegen in een zeer unieke locatie, heel groot en ruim. Met ruimtes waarin de verschillende jaren enigszins overlappen. Dus er is een heel mooie samenhorigheid tussen de studenten. Dan denk ik een tweede puntje wat een sterkte binnen de afdeling beeldhouwen is, dat er een enorm divers team is. En dan bedoel ik vooral ook een team dat zelf ook kunstenaar is, zijn eigen praktijk heeft naast het lesgeven en op een manier zijn ervaringen deelt met de studenten zonder op een hiërarchische manier te willen werken. Maar ik kan het eigenlijk zien als het delen van ervaringen. Wij vinden het heel belangrijk dat een persoonlijke verwerking wordt gestimuleerd. Dus je zal ook zien dat er heel veel, daar ook heel veel diversiteit is. Dat de student binnen zijn specifieke zoektocht wordt gesteund. En het progressief verloop van de 4 jaar
hier op de academie werkt dat in de hand. Dus door de technische vaardigheden die door de jaren heen zijn aangeleerd, die mix met de dagelijkse gesprekken, nee, niet dagelijks, maar de algemene en de individuele gesprekken en de groepsgesprekken, dat maakt eigenlijk dat er een optimale artistieke vrijheid heerst. Of dat die wordt gegenereerd op een manier. Een volgende puntje, een derde punt, wat zeker ook niet onbelangrijk is, zijn de schoolreizen die telkens jaarlijks worden georganiseerd. Helaas is dit op deze moment niet mogelijk. Maar wij zien in de nabije toekomst absoluut opnieuw mogelijkheden om dit verder te zetten. Dus we hebben elk jaar een internationale reis die we maken met de hele afdeling tezamen. Wat de band enorm ten goede komt tussen de onderlinge jaren en de docenten onderling. Dat opnieuw, ja, waar ik het over heb, dat die samenhorigheid wordt aangevoeld. Ik denk dat ik kan afsluiten met te zeggen dat ik denk dat in ieder van ons student zoveel mogelijk plaats laat, ruimte laat voor experiment. Dat de intuïtie aan bod kan komen. Dat er naast de inhoud ook belang wordt gehecht aan het plastische. En dat wij proberen om die mix eigenlijk heel mooi in evenwicht te houden.